shit. Hij heet Gerrit. Hij is 20 jaar oud. Hij woont in Amsterdam-Oost. Loopt in de ziektewet. En is Ajax-supporter van het agressieve soort. Vandaag is Ajax FC Utrecht, hè? Ja, klopt. Wat denk je dat er gaat gebeuren? Wat er gaat gebeuren? Nou, ik hoop dat we winnen. Maar, ja, wat er gaat gebeuren. Dat is elke week het verschil. Eindelijk keer dan is het de lijken wel oorlog. De andere keer dan is het net of er niks aan de hand is. Denk je dat het vechten wordt vandaag? Denk je dat het vechten wordt? Ja. Ja, het zou wel kunnen, joh. Wat zijn het voor jongens, die FC Utrecht jongens? Ja, die dat zijn de jongens die ik echt ken. Dat zijn best wel toffe jongens. Maar ja, er lopen een paar bij die schijnen ons nogal rare joden te vinden. Zo. En die vinden het leuk om fysische teksten op hekken te plakken. Zo. Ja, ja. Die jongens die zijn niet zo geliefd bij ons natuurlijk. Die krijgen wel eens een paar klapjes, als het kan. Ja, is het eigenlijk zelf als politie op de baan, denk je, je weet het toch niet of je er wel bij kan komen. Dus hou verschil op. Dat ligt per wedstrijd echt anders. Ja, we zien het zo. Dat merkwaardige uiterlijk van jou, die grote schoenen en dat kale hoofd, heeft dat eigenlijk een betekenis? Skinhead. Skinhead, dat zijn heel fascistische Engelse groeperingen. In Engeland, ja. Maar hier is het heel anders. Ik zie zo misschien hier ook wel enkele fascistische skinheads. Maar heel weinig. Ik in ieder geval niet. En al mijn vrienden ook niet. Die zijn allemaal, bijna allemaal skinheads. Wat is fascisme eigenlijk voor jou? Fascisme? Haat. Haat? Ja, ik heb niets verenigd met fascisme. Maar haat wat tegen? Nou, gewoon, we maken mensen kapot. Die helemaal niets aan die situatie kunnen veranderen, gewoon. Dat helemaal geen zin heeft. Ik zou niet zomaar minderheidsgroepen gaan aanvallen, omdat ik zelf uit een groep kom die heavy gediscrimineerd wordt. Dus nee, dat doe ik niet, dan begin ik hier. Dat is je eigen raam ingehouden. Dat is ook met het voetballen gewoon. Het zijn meestal groeperingen in jeugd die zelf heel even gepakt worden. Die flink in elkaar lopen te mippen, terwijl je naast elkaar hoort te lopen, weet je. Dat is wel mooi, dat is wel te gek. Zo hoort het ook eigenlijk. Reageren mensen wel eens verkeerd op het uit, hoor. Ja, zeker. Hoe dan?
Nou, ik heb wel eens tijd Pakistaans tegengekomen. Die gingen samen op sigaar. Wat doe jij dan? Ik heb gestaan. Die hebben daar een tikje afgehaald. Want? Want nou, die gasten die waren gewoon. Ik liep daar gewoon heel relaxed. Ik deed hem geen kwaad. Met mij ook niet. Maar ik liep gewoon zo trap op en begin de sigaar te roepen tegen. Met andere woorden, je bent een fascist. Nou, dat hoeft voor mij niet. Voel je eigenlijk vaak aangesproken? Nou, dat is niet aangesproken. Dat was gewoon tegen mij bedoeld. Van fascist. Maar word je gauw kwaad, laat ik zo zeggen? Dan ben ik wel op zijn hart, ja. Dat wel. Die vermoorde gevangenen, die hongerstakers. Identificeer je daarmee met de IRA? Nou, niet echt identificeren, maar het is kijken wat er hun daar ook in gaan. Ik bedoel, ik zal de IRA ook niet helemaal goed praten, maar nou, wat hun doen, dat kan helemaal niet. Ik bedoel, die IRA mensen hebben ook recht op vrijheid. Dat is waar, ja. Nou, en, ik vind dat ze die moeten geven. En de eigen leiding maar eens een keertje erbij moet brengen. Want, ja. Dat ze maar eens een keertje moet vallen, van de paard af moet vallen. Voel jij jezelf ook een soort guerrilla? Ja, guerrilla tegen de maatschappij, ja. Soortement. Ja, niet echt. Ik probeer wel de maatschappij te schoppen, als dat vind ik. Waarom? Nou, dus een, ik bedoel, jarenlang naar school geweest. Moest je in het draaitje lopen, net als alle andere mensen. Maar nou, als je dan uiteindelijk wat van de maatschappij terugwacht, krijg je niks. Ja, schoppen in je rug. En dan gaan ze heel moeilijk doen over uitkering en zo. Nou ja. Ze grijpen ons niks. Maar wat zou je van de maatschappij kunnen verwachten dan? Nou, ik bedoel, ze laten je een heleboel denken. Ga op bergen, maar ze geven je niets. Of ze geven echt niets. Ze proberen je alleen maar zo vaak mogelijk dat je je kop haalt. Dat je niks zegt, dat je bek houdt bedoel. Anders word je te gevaarlijk volgens je. Wat is dat voor affiche? Why? Waarom moeten er steeds mensen daar gaan? Waarom wordt er toch steeds oorlog gevoerd? Denk je dat wel eens van jezelf? Why? Als je iemand in elkaar staat te slaan? Of... Ja, sure. Ik denk wel eens van shit, waarom? Maar ja, als er eentje met een mes voor je staat, dan heb je weinig tijd om voor te denken, denk ik. Het was eigenlijk raar, hè? Dat je aan de ene kant denk je bij jezelf bij zo'n affiche over oorlog, zo why? En toch tegelijkertijd, dat vind ik... Ja, maar dat is het nou juist. In deze maatschappij zou je wel moeten vechten op bepaalde mensen. Ze dwingen je gewoon, weet je. Is het niet bij voetballen? Kijk, ik bedoel, een paar jaar geleden zijn de supporters inderdaad begonnen. Maar nu is het wel zo. Nu gaat de politie begint bijvoorbeeld al te mappen, weet je. Je hebt zelf gezien hoe panisch je constant over vakken lopen erin en zo. Ze zijn allemaal gestoord, die gasten. Die zijn allemaal doorgedraaid, weet je. Nou, dan lokken ze je echt uit. Nou, ja. Dan krijgen ze dan ook elke week. Heb je wel eens politieagent in elkaar geslagen? Politieagent in elkaar geslagen? Nee, ik heb wel diverse keren gezien, maar echt in elkaar geslagen? Nee, nog nooit. Als je de kans krijgt, zou ik doen? Ik denk het wel, ja. Ik bedoel, ze slaan mij ook in elkaar als ze de kans krijgen. Dus algemeen stand tot dan. Shit, zo. Thank you.
denk jij van de wereld als je om je heen kijkt? Ja, aardig provinciaal, hè? Ja. Vind je dat nou echt? Ik vind dat namelijk niet zo. Ik vind er altijd dat er ook wel hele aardige dingen aan zitten. Ja. Het is maar of je de mogelijkheden hebt om het te zien. Hoe bedoel je? Ja, alles draait om geld, toch? Ja, en als je geen geld hebt, dan zie je ook gewoon. Dan krijg je ook gewoon moe. Zo makkelijk ligt dat. Je kunt het niet al dadelijk zien, maar gewoon als je erin zit, dan merk je dat. Nou, kijk maar, dan achterlijk weer alles gehaald, gezouden muten gaan. Wat voor zo'n diepe schulden, iedereen moet een mooie auto hebben, iedereen moet mooie spullen. Nou, dat maakt het allemaal niet makkelijker. De mensen worden chagrijnig en dat soort dingen. Nou, en de nieuwbouw is ook bullshit. Wat is bullshit? Nou, het zijn huizen die wel mooi zijn, maar onbetaalbaar gaan. Nou, dan worden die mensen ingestopt. Ze komen steeds dieper in de problemen. Ze blijven het doorgaan. Je bent in deze buurt geboren, hè? Ja. Hierachter. Hoe oud was je toen je zo over deze buurt ging denken? Hoe oud was ik? Ah, jaren 15. Toen opende ik mijn ogen. Toen zag ik zo lang. Toen zei ik wat er ging gebeuren. Ik denk wel, als ik zo naar je zit luister, dan denk ik de hele tijd van, eigenlijk leeft hij dus in een verkeerd land, hè? Eigenlijk moet hij dus in een land leven waar een beetje oorlog is, of een beetje bezetting of zo. Nou, maar dat is hier toch eigenlijk ook wel. Alleen, het is een stille oorlog, niemand merkt het. Maar het is toch constant oorlog bij. Ik merk dat niet zo. Hoe nee. Merk je dat dan? Hoe merk je dat? Ik zit er binnen. Hier al, ontramingsbevel, je wordt wel constant op achteraan gezeten, dokters die je niet geloven dat je ziek bent, weet ik van. Al dat soort dingen, dat wordt constant maar gepoest en gepoest en gepoest. En als ik bier drink, dat is niet goed, en als ik een jointje raak, dat mag niet. Ze willen mij gewoon dwingen, ik moet leven zoals hun dat willen. Maar dat maakt zelf wel. Hey, laten we die markkamer verlegen halen hier dan. Met die vraagkerel. Toch een rare kale kerel. Moet je nou, man, moet je nou. Wat hebben we even rauwe gehoord dan? Ah! We zijn in het voordeel hoor. Ik weet het helemaal. Hey, bondjassen. Hey, wat heb je die gepikt, hè? Wat heb je ze gepikt, hè? Boefie. Ja, jij dief, hè? Maar. Jij ja, stelen, hè? Pikken, hè? Ik verstaan. Ik heb een lach hier op de markt, hè? Oh, ik ga nou een pit op hebben. Yeah. Er gebeuren wel positieve dingen ook natuurlijk. We hebben hier in de Oost nog de massa dat we een goede jeugdsociëteit hebben. Kijk je, iedereen ziet dat als een plaats waar de criminaliteit hoog viert. Maar het is juist een plaats waar de jeugd rust. Want ze maken het ons aardig moeilijk te baden.
schrijf je gewoon. Je komt met jouw vingers boven de rand van de put en dan gaan hun de kaart op zo. En zou de mythe hier weer naar beneden. Ja, heb je nou echt dat gevoel? Want volgens mij kan je toch, als je een beetje creatief denkt... Creatief ding. Met wat dan? Het lijkt allemaal zoveel, maar wat hebben we nou echt? Kijk het nou eens. Gooi het nou eens neer. Vergelijken met mensen die een beetje makkelijk geld uit kunnen geven. Wat hebben wij dan? Niks toch? Ik bedoel, ik kan geen geld uitgeven. Ik heb geen geld. Dus ik kan het niet uitgeven. Dus kan ik slopen ook. Dat betekent dat je niet naar een bischoop kan of zo. Nou, dan moet je piraatje kijken. Maar zelfs dat mag niet meer. Zelfs dat wordt... dat mag niet. Je mag niet genieten van het leven. Ja, en ik probeer wel. Ik ben creatief bij ze. Daarom laat mijn leven wel wat. Zit ze op elkaar zo. Maar dat is helemaal niet zo. Bullshit. Maar dat is wat ik ervan maak. Want over 5 jaar of misschien wel over morgen drukt er toch zo'n een of andere imbecile op die knop. Dus dat kan ik buiten leven als ik mijn geld naar de bank breng. Niet, hè? Ja, dan zou ik het toch maar naartoe brengen. Maar daar heb ik nog genoten van mijn leven en hun niet. Dat zou makkelijk leggen. Hey, zullen we even gaan stenen gooien? Nee, gewoon niet. Ik zit meer dus op de... Gewoon stenen gooien. Stenen gooien. Zou ik nog gaan hoor. Ik ben daar bijna met een bal, maar dat valt wel weer uit. Zit even meer dus op, Gilly. Ja, ga je gang. Oh, ik ken het er niet meer. Brussel. Dan gaan we er naartoe. Drin? Zes. Ja, sorry. Meneer. Hè? Zeg je dat vandaag? Ik moet het geld halen, hè? Ik heb een gewonnen shit bij me. Ik moet het geld halen. Is dat zo? Je moet het bij iemand een geld of een biertje voorstellen. Ik heb normaal geld, ja. Nee, dank je. Ik moet een flipje hebben. Ja. Hallo, Rabbi. Dat flip ik eigenlijk ook van, weet je. Ik moet ook eigenlijk geld hebben drinken. Maar dan moet je het duurt allemaal voordat ik geld krijg. Loop nou een A-wijp in waar ik nu. Als ik het allemaal moet gaan vertellen. Maar er gebeuren wel heavy vechtpartijen. Geef een voorbeeld. Feyenoord, dat is wel altijd buiten. AZ Liverpool, dat is ook leuk. Met een flink gemik. Ajax tot de Motspur, dat is ook wel gezellig. als ik nog wat doorblijf. Maar dat is gewoon een beetje elkaar slaan of gaat het verder dan dat? Ja, meestal... Mis je de helft van de wedstrijd? Meestal is het vaak slaan, ja. Maar je hebt van die knakkers erbij, die komen met mensen. Nou ja, dan gaan ze meteen.
dat vind ik gevlucht thuis. Ik doe het liefst met mijn handen, vind ik vader daar heel leuk. Gewoon oude mensen knoepen thuis, leuk. Ja, dat is leuk. Een keertje. Maar dan niet. Was het raar als ze me miskomen, ja. Dan wordt het kassa, stenen gooien. Beetje steen op zijn pan of zo. Ben je niet bang dat er binnenkort een keer een dode valt? Ja, die vallen iedere minuut van de dag. Ja, of in het verkeer, ja. Overal, kijk maar naar. Neergeslagen. Ja, dus vallen er elke dag. Ja, maar er valt nog wel een keer een meisje. Ja, tuurlijk. Ik denk ook altijd een douwe meisje. Ik hoop alleen niet dat ik het meisje was. Ik hoop ook niet dat ik de geinen win. Nou, dit is toch mijn laatste seizoen. Dus, Het zou jammer zijn als je nog even je laatste seizoen ja, kan. Ja, maar kijk, ze kunnen mijn rug gestoken worden. Zo, ja, dan doe je niks aan. En dat kan gewoon gebeuren, want als je die groepen zou sparen, dan hebben we elkaar. Die zijn allemaal gestoord, die gasten. Die lopen met kap missen en weet ik veel wat voor troep allemaal. Jullie niet? Nee, dan ben je niet goed bij jou, vrouw. Vraag als je nog even de groep doet, Pietje van de Veer. Dat is Pietje van de Veer kan niet worden. Nee, maar echt, dat soort gasten vind ik niet normaal. Ze zijn niet goed bij jou. Als het vecht is bij stadion, wil niet zeggen dat ik altijd mee eens ben. Maar ze mij rammen, ram ik wel lekker terug. Dan doe ik het wel met mannen. Dat is wel even hier. En elkaar afdagen met kettingen en messen. Dat zou definitief allemaal niet lang. Is een wedstrijd eigenlijk leuk als er niet gevochten wordt? Nou, nee. Eigenlijk wel, maar mij valt het wel tegen. Is er geen sfeer? Maar ja, weet je wat het is? Elke wedstrijd wordt er gevochten, hoe dan ook. Er worden altijd klappen aangedaan, gewoon. Al is het Go Ahead Eagles, er wordt nog een paar tikken aangedaan, gewoon. Hier of dan. Of even geschoren. Of wordt geschoren, ja, inderdaad. Kaal geschoren, ja. Er werd er zondag eentje even heavy kaal geschoren. Hoe dan? Met een hand om de huis. Ja? Dat is echt tikken, man. Die helemaal geknipt. Gelijk skinnen. Ja, als ik meteen skinnen, dan wat klaar je. Shit. Die dikke. Maar je gaat alleen zien, man. Alle rare pannen die gaan met twee gladen erin. Hou wel kaal doen. Met wat mosterd erop. Ja. Maar dat vond hij zelf waarschijnlijk niet zo leuk eigenlijk. Nou, dat weet ik niet. Ik heb hem niet horen halen, dus het zal voor mij van. Als je het doet, dan moet je het leuk doen. Moet je van iemand pakken die het echt kan missen. Zoals? Nou, een grote winkelbedrijf. Die kennen wel het een en ander missen, weet je. Stelen? Pikken? Ja, die kennen Russen wel een paar dingen missen. Dat is geen probleem. Vind je ook dat het moet eigenlijk? Nou, iedereen doet wat hij wil, hè. Ik hou niet van moeten. Alles wat moet, dat flip ik op. Dat moet ik niet. Ik moet niks. Ik wil. Nou, alles wat ik wil, dat is elkaar. Want daar sta ik achter. Dus ik hou wat anders als moeder. Maar ik bedoel, vind je terecht om te pikken van een volle groot waarhaar? Nou, maakt het maar. Ik bedoel, die hebben toch genoeg. En dat niet alleen. Ik bedoel, als je ziet hoe hun met hun geld omspringen. Weet je. Wij mogen niet, als je gepakt wordt voor, weet ik van, een prut dingetje pikken bij de bijenkorf. Word je afgevoerd als crimineel als je klein jongetje bent of zo. En als je ziet wat hun doen in de derde wereldlanden met hun poen. En overal om ons heen. Als ze in speculeren en weet ik van. Nou, dat mag wel. Maar er vallen ook douwen bij. En er gebeuren ook dingen die jou niet kunnen. Beunigzij. Beunigzij. Schop ze de kanker. Beunigzij. 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 Stop de kanker, ben ik zak. Skinhead, skinhead. U te weg,
schop ze de kanker Utrecht. 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 Dubbel, ja. Hey, oké, wat dan? Morgen televisie. Ja, echt. Ja, pijn heb toch? Geen! Ja, geen yes, geen jurk! Hij heeft een broek. En een jurk! Geen broek drinken. Zo, is een lekker blauwtje, hè? Lekker, hè? Hij is geen apparaat kansen geweest, hè? Zeker naar New York. Trip door Amerika gewoon, geen apparaat. Echt? Zonder geen apparaat. Griet, griet, titelaar, wie mag jij vanavond maar? Griet, griet, oelala, we gaan je achterna. Griet, er staat een baard in de brand. Oh, een baard in de brand. Nog niet. Even voor je pakken, zo. Toen klaar was ik gewoon een pleurislaatje. Voor de buurt, voor de kinderen die om me heen speelden. En ik deed alles wat verboden was. Tenminste, verboden was bij voor de jeugd. Zo. Maar dat was niet wie ik was. Op een bepaald moment ben ik gaan blauwen en ben ik gewoon geworden wie ik nu ben. En dan ben ik heel blauw. Wat was het verschil? Wat veranderde? Nou, wat veranderde? Ten eerste mijn gedrag tegenover bepaalde mensen gewoon. Ik had gewoon een hekel aan alles om mij gewoon. Niks. Alleen ik was belangrijk gewoon. Nou, dat heb ik nou wel verleerd. Ik bedoel, ik begrijp nu als een rasta tegen mij zegt, weet je, van Babylon is falling gewoon. Dat begrijp ik nu. Babylon is falling? Ja, Babylon is falling. Weet je, Babylon is de maatschappij. En die moeten we omver schoppen. Ze geven je niets. Kijk, ze stoppen in baaien. Ze weet ik veel wat ze met jongeren doen. Ze keert je over de strijp gaan. Maar ze worden keihard aangepakt. En nou, kijk maar om jij. Kijk maar bij mijn vrienden. Allemaal werkeloos. Geen toekomstperspectief allemaal. En er komt ook niets. Je kan hem niet meer helpen, man. Ik heb kinderen, 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 ik heb We denken niks meer. Doe ik het dan? Bek houden.
Doe ik het dan? Dan wat ga jij doen? Want dan slaan ik je poren met elkaar. Ja? Ja, sure. Dat denk jij? Ja, man, ik trap je fijn, je bent niks, man. Je trapt me je bent fijn. Gewoon, je bent gewoon een kale neger, meer ben je niet gewoon. Weg. Ik ben mezelf. Ja, maar sure. Kijk, hé. Je moet mij niet aanspreken als ik iets niet doe. Hé, je moet mij niet aanspreken als ik iets niet doe. Je moet je bek halen gewoon. Waag over. Moet je bek halen tegen mij. Ja, oké. Dan moet je dat doen. Ik doe toch niks? Ik pak geen kleine jongetjes hoor. Zie je mij niet doen. Moet mij niet voor lafheid aanschelden. Kijk, daar voel jij je aangesproken. Nee jongen, jij spreekt jullie. Dan moet jij je bek houden. Maar jij moet je bek houden. Niemand van jullie. Ik ben groot jongen. Ik ben iedereen van jullie. Ja, jongen. Ja, schoon. Ik ben een snoetje. Jongen, ik pak geen veentjes hoor. Ik pak jou wel. Kies mij eens. Ja, oké. Okay. Jij mag ook niet. Wat ga je doen? Wat ga je doen? Jongens. Wat? Hè? Wat ga jij doen? Ja? Nou, niks ga je doen, nee? Niks ga je doen. Nee, come on now, wij. Niks ga je doen. Die moer ga je doen, nee. Sorry, wat jij wil. Maar jij houdt je wel rustig. Ja, jij houdt je rustig. Moet ik wel nou. Ja, oké. Okay. Nou, dan heb je gewoon maar zo. Zo, joh, ik ben gek. Vind ik gewoon te gek, ja, wissel ik mij zo klaar, jokje. Vind het niet te gek? Oh, weg man. Ik neem het niet weg, van die man niet. Zo'n klein hondje man, dat kan je niet maken gewoon. Nee, ik vind gewoon niet te gek, man. Ja, daar, je hebt het gedaan. Ja, nee, weet je, ik kan maar, niet maar, zeigen man, hey, gauw jokje man, te gek vind ik het. Zo, als ik zo'n jokje vind ik het niet te gek. Vind ik echt te gek. Snap ik er ook op. Nou, vind ik echt te gek, dan ga je aanschoppen, zo'n jokje man. Vind ik niet gek, nee. Ik had het gewoon gevonden, die geld eruit en klapte zijn kanus op thuis. Ja, want die andere gozer was te gek. Hij was gewoon te gek, alleen met de kanus. Dat moet hij niet doen, gewoon. Toch? Kijk, en dan moet hij ook niet tegen mij zeggen dat ik wat doe, wat ik helemaal niet doe. Hij zegt jullie. Wat nou jullie? Wat deden wij wat? Hé, hé, hé! Hé, hé, hé! En we gaan gewoon die handen eraf hoor. Ole, ole, ole. Into the street. Phoenixite, Phoenixite. Schokken, schokken, Phoenixite. Schokken, Phoenixite. Hé, dat was ons slachtoffer. Zonde. Haha! Hi, Pipi! Hi, Pipi! Hi, Pipi! Hé, Gerrit, hier jij! Haha! Puffy! Te gek! Dat is de Valkuil! Ben je te Gerrit? Was ze bij Ajax? Dit is Scharing, man! Hé, Mauw, jij die fout ook! Gek, hè? Waar is Frankie eigenlijk, Gerrit? Hey, wie ben ik dat niet? Dat ben ik niet. Hey, ben ik dat niet? Ja, dat is hey, kaartenkanker, dat ben ik. Ja, en ik was het trip, hè. Kijk maar, we spelen skins. Ga ik ook doen. Is nou ja, dat ben ik, hè. Hey, mag ik hem hebben? Nee. Peter! Hey, Schijmer! Wat is die Schijmer nou? Was op. Ga weg, Engel! Wunderbar! Komt op tijd bij. Ja. Vijf jaar, 10 januari. 4 januari? Ja, alles wordt opgenomen. Applaus voor dat. Doei. Hallo, Engel. Hey, Ahmed. Je kan nu nog reclame maken voor Fijbo. Fijn interview, fijn interview. Hé, allemaal even staan, even in beeld. Ja, je hebt wel een lelijke kop. Hallo, dit is Thijs. Al dus. Nee, schelen, ja. Kom op, Thijs. Hoi, rustig. Ja, je moet gewoon opvulken en niet aan me hangen. Dit is Thijs. Dat is een grappig van me. Wat jouw het ook. Ik heb het al.
En heb goed dag. Ja, nou, waarschijnlijk als dus. Heb goed dag. Ja, vroeger, hè? Nee. Ja, aangeschuld, niet aan me hangen, ouwe. Ik heb een heel duur ding in mijn zak. En dan ga ik terug. Gek, zeg. Nou, ik ben niet gek, ik ben gewoon heel... Gewoon heel direct, ik ben weer bestand. Mijn linkse direct, dat is mijn mooiste man. Slaan ik mensen in over mijn stuk. Hou maar uit elkaar. Vroeger is eigenlijk een vader op de denkbraan. Spart zou er paf. Maar oh jongen, ik heb echt een fel aan mijn handen zo. Nog een, dan neem ik een kaartje. Dat is wel te gek. Wie heeft mij de gulden? Lik me rein! Met paard me maar, voor die gulden. Nou kom dan met... Wat weet je aan en dan zal ik even met je mee lopen zo meteen. Ik heb het af. Hallo. Nee, dus je mag er al aan. Even kan ik hier gezien. Ja, even wachten. Utrecht, hè. Even kijken of Utrecht dan zit. Ja. Wat zal er gaan gebeuren als Utrecht komt? Ja, ik hoop Steiner al. Maar ik weet het niet. Ben je nerveus voor? Hè? Ben je nerveus ook? Ja, nerveus? Waarom nerveus? Nee, helemaal. Nerveus ben ik nou. Maar hoe is het? Zie je het wel wat er gebeurt? Ja, waren, man. Shit. Ik heb geen steen, man. Hey!
Even wijs kaken dan. Dat is leuk. Ja, ik vond het wel leuk. Met een paar flink genield, ja. Was wel te gek. Ze waren bang ook trouwens. Heel erg bang. Maar je hoort het, aan de bunningshaar is plat. Dames en heren, dat betekent 1-0 in het voordeel van FC Utrecht door de nummer 8, Gerard van der Lem. Ja, er wordt een hoop huissporters, hè? En weinig Utrechtsporters. Maar er is wel net gestoken. Er is gestoken, ja, dat kun je zien, ja. Ah, mobiele eenheid was er niet, hè? Nou, dan is het vrij kans, hè. Dat hebben we gezien. Nu zijn ze er dus. Ja, wat heb je dan? Hè? Je komt hier toch als supporter? Wat heb je dan zoiets? Je komt hier aan supporter, je komt je ploeg aanmoedigen. Je was extra naar Amsterdam omdat ze geld nodig hebben. Nou, dan ga je naar Amsterdam. Nou, ik ga liever naar Vitesse, hoor. Ik laat me eigenlijk niet overhoop steken. Ik kom voor Utrecht. Nou, als ik nou juich, ik een mes in mijn donder. Daar pas ik voor. Okay.
Ik poep op die F-site. Goed weg! Wil ik zijn? Nou, daar zijn we weer. Wat hebben jullie gedaan? Nou, station Zaad geweest. En nou, hier al. Nou, wel geen traan gezien, godverdomme, nog een mis. Nou ja, pech hebben, hè? Ah, je hebt in de blaad, heb ik. Maar je hebt de Utrechters niet meer gezien? Huh? Nee. Ja, hier al in alle park, maar niet, niet in groep. Die maar waren weg. Iets gedaan? Nee. Jammer genoeg niet. Jammer. Hè? Huh? Ja, jammer, ja. Hoeveel is het eigenlijk geworden, die wedstrijd? Huh? Hoeveel is die wedstrijd geworden? 5-3. Ja, dacht ik al. We zijn een paar minuten voor de aardweg gegaan. Vorige keer kwam ik ook binnen, 2-2. Toen we weggingen, 2-1. Het was het 4-1. Ja, 4-1. Ja, ja, dat was wel leuk. Ja, was wel leuk. Was even lachen. Zijn jullie maar eten lekker naar huis? Of we gaan naar huis. Ja, ik ga naar huis. Ga ik het sport kijken. Ja. Oh, sport zien. Ja. Pak de meid wel. Ja, niet? Nee, ik pak wel de meid. Nee, ik kan niet meid. Dus Achmer. Zal je trouwens doen? Ja, is te gek. Achmer. Niet vaak, wel regelmatig. Weet je moeder van het vechten voor jou? Ja. Vind je dat hoort er wel wat van. Niet zo lang. Niet zo lang. Weet je als met wat de toekomst speelt jouw moeder van je had toen je een kind was? Nee. Heb je haar niet daar? Weet ik. Wat voor idee heb jij eigenlijk over je eigen toekomst? Over mijn toekomst? Nou, bullshit. Niks. Waarom? Is toch niks, man. Hier stel ik je van die lapenrikken met bommen te spelen daar. Kom maar. Toekomst. Moet je kijken, er wordt voor 60 miljoen een stouwpraal gebouwd. De half waterpaan wordt in de paan gehakt. En als je protesteert, dan ben je gaas en daar. Dat soort dingen. Ja. Maar ja, dat is het beleid van de Nederlandse regering. En dat is zo rot als maar kind. Maar kan je leven met het idee dat je geen toekomst hebt? Nee, daarom ben ik er ook niet tevreden mee. Dat laat ik ook dadelijk met hem. Ik ben helemaal niet tevreden. Je leeft nou ook van dag tot dag, weet je. Elke dag is gewoon overleven. Overleven? Ja, zo zie ik het wel. Als je nou eens kijkt wat er allemaal echt gebeurt, het is echt drop of gronden. Het zou makkelijk leggen. Ik zit er nog steeds bovenop, maar hoe lang nog? Nou, als je eronder zit, ja, dan zit je in de verkeerde kant van het park. Als je waaronder zit? Nou ja, daaronder kun je een heleboel dingen onder verstaan. Harddrugs, geld bij mijn school. Nou, er zijn jongens die gaan dingen doen, omdat ze allemaal geld hebben, gaan ze dingen doen die allemaal niet mogen.
Kijk, nou, dan kom je eronder. Ik bedoel, dan kom je in de moeilijkheden gaan met de politie en zo. En dan moet je gaan oppassen. Nou, dan is er iemand met een bijtje losbaar. Nou, dan nemen ze Chinees. Maar dat is wel zo geweldig lekker. Dat al die ideeën, al die problemen ben je kwijt. Nou ja, en dan kun je gewoon van alles gaan doen gewoon. Hè? Nou, maar de volgende dag heb je weer dat spul nodig. Dat soort dingen. En dat verandert je, zeker. Wil je eraan gaan? Jij loopt niet op straat dan ik wel. Nou, ik heb ook altijd op straat gelopen, maar nou, geen wel. Maar jij loopt heel anders op straat. Kijk, ik heb mijn kop al tegen zo. Ja, dat is flauwkul. Nee, dat is geen flauwkul. Als ik op straat loop, dan schelden maar voor fascisten, vind ik niet zo leuk. Nee, maar waarom heb je dit dan? Nou, omdat ik een kale kop heb. Dan schelden ze uit voor fascist. Want dan ben je per definitie al een fascist. Dat vind ik onzin. Nee, nou ja, de mensen generaliseren. Ik zeg ook niet dat jij... Ja, dat weet ik natuurlijk wel. Ja, nou, kijk, en als ze dat dan zeggen, dan word ik boos. Resultaat? Is dat een achterkant. Ja, nou, ik bedoel, ik scheld andere mensen toch ook niet uit op hun haarskleur of op hoe ze eruit zien en zo. Dus waarom moeten ze het maar wel doen? Ben je dan niet beter denken van wat een stom mens of zo? Ja, maar die stomme mensen zeggen het wel even. Ja, dat weet ik wel, maar... Het zou meer overlasten als je dacht wat de stom mensen gewoon doorliep, hè? Ik denk dat ze volgende keer beschouwen. Ja, maar als je nou altijd doorloopt, dan word je altijd gescholden. En als je altijd doorloopt, dan blijven ze schelden. En ik heb nog altijd ervaring gehad, als ik zo'n hoek heb gegeven, dan zeggen ze meteen niks meer. Dan zeggen ze niet meer. Dan zeggen ze helemaal niks meer. En de volgende week ook niet? Nou, als ze de volgende week dan weer tegen me zeggen, dan krijgen ze weer. Precies, dan zeggen ze de volgende week ook. Morgen zeggen ze het ook en overmorgen zeggen ze tegen een ander. Ja, maar niet tegen mij. Nee, maar ze blijven het wel zeggen. Ja, maar niet meer zeggen, maar. Met vechten kan je niet de wereld verbeteren. Dat zeg ik ook niet, maar dat lost wel een hoop. Absoluut niet. Ik word ook wel graag kwaad hoor, misschien. Maar als ze me op mijn ziel trappen, dan word ik helemaal gehaald. Dan ben ik helemaal... Ik bedoel, zelfs in Maastricht, dat agenten... Dat je met de gummilat in elkaar wordt gebuikt omdat je een trein moet halen. En dat ze dan naast je lopen. Ja, jullie zijn toch maar vieze joden en anarchisten. Dus wat wil je nou eigenlijk? Is je eigen schuld? Vraag je toch om? Dan heb je nog niks gedaan, hè. Dit is een hele rare situatie natuurlijk, hè? Nee, er zat een kereltje van 18 jaar met een snorpijgel onder zijn bek en die gaat mij vertellen wat ik moet gaan doen. Ja, maar en zo niet met die met elkaar. Nou, dat kan je nog één keer proberen. Een hele vreemde werksituatie op het ogenblik, of niet soms? Nou, dan had hij maar een vak moeten leren. Nou, ik dacht dat degene ook een vak was, maar goed. Nou ja, dat is... Nee, dat is fout, zeg, hè? Die hebben ook een... Ja, ze hebben een taak om de orde te handhaven en om mensen te helpen en niet om mensen in elkaar te buiken. Dat is hun taak niet. Nee, dat zijn toch geen kampwachters? Nou, ze... Dat is niet zo. Nou, maar zo doen ze zich af en toe wel voor en zo handelen ze ook. En alles wat hun zegt moet gebeuren, je mag dit niet, je mag dat niet, je mag zus niet. Af en toe dan mag je niet eens met je kop uit het raam hangen. Nee, maar is het niet hetzelfde systeem als wat jij in de stad toepast? En als ik niet de eerste map geef, dan word ik toch ook geslagen. Zou die niet hetzelfde... Nee, dat is niet zo, want ik loop niet in de stad van als maar... Nee, als er iemand wat zegt, dan... Ze zeggen dat je ook moet zouden, maar er zou niet timmeren in elkaar. Dan zeg ik dat iemand eruit kan liggen. Dat ik zelf wel bepaal waar ik loop. Nee, ik ben alleen blij dat ik en ik bedoel, laat hij dan maar op papier eens bewijzen dat hij met zijn wetjes... Dat hij mij daar niet kan laten lopen.
Want dat is allemaal openbaar. Nee, dus dan mag maar, iedereen lopen, nee, dus ik moet, ook. Hij moet niks bewijzen. Ja, hij moet bewijzen, want je bent altijd fout, dat weet je dan. Ben ik altijd fout, ja. Gauw, omdat ik op een station loop, ben ik dan alle tijden fout. Nou, je hebt het al zo vaak meegemaakt. Het is heel stom, maar het is wel stom. Ja, nou, dan klopt het restsysteem in Nederland. Nou, dat zal ook wel niet helemaal kloppen, maar goed, dan zijn we weer... Dan kun je ook weer regels op toepassen. Ja. Dan kun je zeggen, nou, uw rechtsstaat is in mijn niet. Dat hoeft ook niet. Nou, dat bepaalt dus ook dat die wetten die hun vormen, dat die niet gelden voor mij. Want die slaan gewoon helemaal. Nee, voor jou gelden ze niet, maar voor het algemeen wel. Ze worden toch op jou toegepast. Ja, maar dit zijn allemaal wetten die niet bestaan gewoon. Ik bedoel, hun kunnen niet bepalen in waar jij mag geloven of wel of niet. Dat kennen hun niet bepalen. Hun kennen niet als jij buiten. Kennen hun niet zeggen, mevrouw, moet die op de politiek. Dat ken niet. Nee, het als ze dat doen, nou, dat zijn ze wel. Thank you.